Hoi, ik ben Marion van Os, senior intercedent flexwerk in CWZ. En ik wil jullie wat vertellen over mijn werk. Flexwerk is denk ik de grootste afdeling van het ziekenhuis. We zetten op verschillende afdelingen verschillende medewerkers in. Zo zetten we medisch studenten in, maar natuurlijk ook verpleegkundigen. We mogen jaarlijks 28 jong gediplomeerd verpleegkundigen een traineeship aanbieden. Dat is een hele mooie mogelijkheid om door te groeien naar allround verpleegkundige in een jaar tijd. Ik vind het zelf wat heel mooi om te zien hoe een startend verpleegkundige zich ontwikkelt. Niet alleen in verpleegkundige, maar ook een enorme persoonlijke groei doormaakt. Als flexverpleegkundige ben je op alle afdelingen heel erg welkom. Je bent in feite de reddende engel. Het zou heel erg mooi zijn als we de flexibele schil verder kunnen uitbreiden naar de behoeftes ziekenhuisbreed. Een van onze flexverpleegkundigen is Christy. En haar heb ik ook mogen zien groeien in een jaar tijd naar allround verpleegkundige. En zij gaat jullie daar zelf iets over vertellen. Hi, ik ben Christy en ik ben flexverpleegkundige in CWZ. Als verpleegkundige doe je datgene wat de patiënt van jou nodig heeft in opdracht van of in overleg met de arts. Je begint je dienst met het inlezen van de patiëntendossiers, krijgt een overdracht van jouw collega's, doet controles en deelt de nodige medicatie. Gedurende de dag ben je bezig met het uitvoeren van deze taken en het bewaken van jouw patiënt. Ik heb als pas afgestudeerde verpleegkundige veel ervaring op kunnen doen bij flexwerk, omdat je op veel verschillende afdelingen ingezet wordt. Doordat iedere dag anders is, leer ik nog iedere dag bij. Ik heb ervoor gekozen om te starten binnen flexwerk aan de hand van een traineeship. Hierdoor word je 2 keer over 6 weken ingewerkt, zowel snijdend op de chirurgie als beschouwend op een interne afdeling. Hierna heb je voldoende ervaring om als flexer aan de slag te gaan, of word je gedetacheerd, dus sta je voor langere perioden op een afdeling. Aan het einde van het jaar volgen nog 4 weken op de acute opnameafdeling. Hierin kan veel verdieping gezocht worden. Tijdens het traineeship is er veel contact met de begeleiding vanuit flexwerk. Dit was voor mij Marion. Laagdrempelig kon ik daar terecht met vragen en nu nog steeds klop ik regelmatig op de deur. Voor mij had deze traineeship veel meerwaarde omdat ik relatief weinig ziekenhuiservaring gedurende mijn stages heb gehad. En ik zal het dan ook iedereen aanraden. Daarnaast hangt er in CWZ een gemoedelijke sfeer waarin ik mij thuis voel. Mocht jou dit nou aanspreken, dan zou ik zeggen loop gezellig een dagje mee, dan kun je het zelf ervaren. Tot dan!